Nou, ik ga eens even naar de Tour de Waard lopen. Inmiddels heb ik 5 video's weer geüpload, 5 thumbnails gemaakt. Goedemorgen, zondagmorgen. Right out of bed look. Nou ja, het is 10 uur. Ik ben er al een poosje uit, dat wel. Maar ik heb nog niet opgefrist op dat soort dingen. Nou, ik heb alle andere dingen gedaan vandaag. Film gekeken. Ik heb nu dan een video geëdit. Ja, dat is het eigenlijk. Er is hier de lokale wielerronde. Die gaat nu van start. Maar het regent. Dus ik ga nu nog even niet heen. Ik ga even buien raden kijken of het vandaag überhaupt nog droog was. Misschien laat ik dan vanmiddag nog wel even gaan. De hoofdrace is ook best laat. Nou, toen ik vanmorgen buien raden kreeg, werd ik daar niet echt heel vrolijk van. Even wachten tot hij geladen is. Ja, het blijft nog wel eventjes regenen. Zien jullie dat? Goed, ze zeggen dat het later wel een keer droog wordt. Ik ga voorlopig nog even door met video's editen. En zometeen even lekker verder met diamond painten. Gewoon lekker ontspannende dingen doen vandaag. Zo, en dat is vlog 2 gerend. Hier zit een rare piek. Daar ga ik even naar kijken. Nou, vlog 2 dus nu gerenderd. De was draait. Die is aan het centrifugeren, dus die kan ik zo in de droger stoppen. Nou, gaan we er even een beetje wax in doen. Het regent nog steeds. Ik kan het ondertussen even wel neerzetten, denk ik. Ja. Even zien. Iets meer naar beneden. Zo. Beter, hè? Ja. Ik zei dus, het regent nog steeds. Over 10 minuutjes starten de dames met racen. Die pluk is een beetje eigenwijs vandaag. Die denkt dat hij toch nog heel per se moet gaan krullen. Dat vind ik dan niet hier aan de voorkant, dat hoeft niet. Nou, als ik dan toch nog een beetje wax op mijn handen heb. Het is van die krulwax. En die werkt het lekkerst als je hem een beetje nat maakt. Weer eens zo een beetje krulletjes in kneden. Klaar. En de handen wassen daarna. Met MSC die ik van Petra heb gekregen. Echt zo leuk. Staat hier nog steeds. Ik vul hem gewoon elke keer na. Zo, even handjes afdrogen. In de badkamer had ik al schoongemaakt gisteren. Nog even gisteravond. Ja, ik doe het eigenlijk altijd als ik aan het douchen ben. Dan is je lekker vochtig. En dan spray ik alles in. Dat is ideaal. Maar ik ga nu even naar beneden. Even kijken hoe lang ik heb qua render. Hij zegt een kwartier. Nou, dan gaan we dat eens even doen. Kwartiertje ga ik naar beneden. En ik moet dan even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5 thumbnails maken. Dat had ik misschien eerder moeten doen. Dat was een idee geweest. Ik ga een timer zetten en dan ga ik weer naar boven lopen. Ja, en ik merk in gewicht niet dat ik heel erg afval. Ja, er gaan wel pondjes af elke keer. Maar ik trok vanmorgen de broek aan die ik voor de zomervakantie aanpaste op school. Tenminste, aan op school, die ik nog steeds paste. Maar nu zakte die gewoon van mijn kont af. Die kan weg. En ik dacht toen, dan ga ik gewoon mijn maat 40 broek ook proberen. En die heb ik gewoon aan. En hij zit perfect. Alleen is het jammer dat deze rits kapot is. Dus ik moet echt even op zoek naar broeken zonder kapotte rit, zeg maar. Ik ga eens even de vaatwasser inruimen, want dat moet nog. Frituurpan ga ik schoonmaken vandaag, want daar heb ik gisteren kip in gebakken. Dat doe ik altijd als allerlaatste. En dan ga ik de frituurpan schoonmaken. Maar Marijn wilde dat leren, dus daar ga ik mee wachten totdat die wakker is. Maar die was een beetje moe van gisteren, omdat wij allemaal thuis een B12 tekort hebben, snap ik dat. Dus hij heeft extra B12 gehad gisteren en daar word je ook moe van, dan word je slaperig van. Meestal je lijf gaat daar heel mee hard mee aan het werk. Dus dat die nog even lekker ligt, dat snap ik. Ik ga de chilui zo even uitlaten, want die vond een plasje vanmorgen op het gras wel weer voldoende. Nou, nu hoop ik dat het zo even droog wordt, dat dat nog gaat lukken. Maar eens even die vaatwasser. Dus ik ga jullie even weer kunstig op een laadje zetten.
Dan denk je, geen blokje erin? Nee, dat gooi ik in de bak, anders blijft die plakken. Nou, ik ga eens even naar de Tour de Waard lopen. Inmiddels heb ik 5 video's weer geüpload, 5 thumbnails gemaakt. De een wat creatiever dan de ander. Ik moet er soms zo om denken dat ik even een foto maak. Of een filmpje schiet waar ik uit foto's kan vissen. En soms vergeet ik dat gewoon. En dan druk ik een autostof gezogen. Ik ga even een beetje draaien. Maar ik ga eventjes erheen wandelen. Ik loop nu door een steegje, dus het is echt wel lekker. Het is echt vlakbij hoor. Maar even een rondje eromheen of zo. Ik weet niet wat er nu aan de gang is. Ik heb eerlijk gezegd het schema niet in mijn hoofd zitten vandaag. Zo meteen gaan de Durnies van start. Dat zijn kleine motortjes, brommetjes. Die kunnen heel hard door de bocht. En dus rijden de wielrenners achteraan. En wie als eerste over de finish komt, ja, die heeft gewonnen. Maar ze rijden echt best wel hard. Ik sta hier op een leuke bocht. Die stond ik vroeger als EHBO'er geregeld. Er zijn dus verschillende onder de stroomballen doorgedoken. Dus, gelukkig is het nu niet glad. Er staan er geen plassen op de witte stukken, dus dat is belangrijk. Ik ga even spieken. Vier uur. En dan 6:30 de finale van de Durnie. Ze hebben er wel mooi weer. Nou, de heren moeten nog wel een poosje. Nog zeker 3 kwartier. Maar ik blijf niet al die 3 kwartier kijken. Ga lekker naar huis wandelen. Ben ik een beetje te zien eigenlijk? Nee, hè? Ja, nu wel. Ik ga lekker naar huis wandelen en dan eten maken. Ik heb de pastasaus al gemaakt. Dus het hoeft alleen de pasta gekookt. En dan moet ik nog eventjes voor mezelf wat maken. Ik weet nog niet wat. Ik moet nog even over nadenken. Aan het zien. Oké, noot van mijzelf. De volgende keer de was even gelijk opvouwen. Ja. Ik deed weer eens uitstelgedrag met was. Ik had zo'n vreselijke klus. En nu heb ik gewoon een hele berg spul van de keuken allemaal. Maar ik heb wel weer eens hele schone pannenlappen. Ik verbaas me erover. Die katoenen pannenlappen. Je gooit ze in de 60 graden was en ze zijn allemaal brandschoon. Ik heb heel veel doekjes. Waarvan Marijn al zei, waar zijn alle doekjes? In de was dus. En de handdoeken. Die stapel ik er nu in. De theedoeken. Ook allemaal weer lekker schoon en fris. En opgevouwen. Dan moet ik alleen nog even... Oh ja. Ik zocht nog een theedoek. Maar die... dat is de theedoek van het broodbakken. Die. Vloerdoekjes. Glazendoeken. Dat is voor het poetsen van de brillen, zeg maar. De brildragers in huis. Nou, volgens mij is het klaar. Ik ga eens eventjes onder een douche staan. En dan ga ik me omkleden in wat makkelijkers. En dan ga ik een ijsje voor mezelf maken, want daar heb ik zin in. Dus dat ga ik lekker doen. Oké, kennen jullie het huispak nog, waar ik maar net in paste? Ik heb even net gauw een elastiek in de broek gemaakt. Want hij zakt gewoon af.
En niet een beetje ook. Hij is echt veel te groot. Maar voor een huispak is dat niet heel erg. Maar het is gewoon niet zo handig. Ik ga even ijs maken. Dat heb ik jullie al eens laten zien. Ik heb vandaag bosvruchtenijs. Want dat heb ik meegenomen uit de winkel. Dus ik ga mijn blend ding, hakmolen geval ding opzoeken. Want mijn blender is ook uitgeleend. En dat ga ik even doen. Ja, dan denk je, wat zit er haar dan goed? Ja. Gewoon even heel snel in een staart omhoog gedaan terwijl ik ging douchen. En klaar. Want nou ja, je kunt wel zien aan de achterkant is wel een beetje nat. Maar niet heel erg. Ik ga even ijs maken. De volgende keer is de zakcheck. Dit zijn geen bosbessen, dit zijn aardbeien. Bosvruchten. Goed, ook lekker. Maar even de zakcheck of ik echt de goede zak heb gepakt. Nou, ik ben aan het diamond painten. Kijk. Dit kan ik je laten zien. Ja. Om dat stukje. Maar ik ben druk bezig. Schiet leuk op. Ooit gaan jullie hem helemaal zien. Oh. Ja. Ooit gaan jullie hem helemaal zien. Nou, ondertussen was nog even wat amandeltjes aan het eten. Ik had net een stukje kaas. Een beetje ijs. Dat heb ik eerder al gehad. En het wordt nu donker. Dat merken jullie eigenlijk niet. Maar kijk. Dit helpt wel, hè. Dus ik ga nog heel even verder. Ik ga nog één vierkantje doen. En daar zit heel veel blauw in. Leuk. Die kleur heb ik nog niet zoveel gezien. Dus daar ga ik lekker mee aan de gang. Wat is er, Puk? Gaan we naar bed? Ja? Ja, gaan we naar bed? Ja? Tjoep, weg is ze. Nou, hij is nog niet in bed, maar de hond gaat wel. Ik ga nog heel even achter de computer. Hoef ik niet te editen, want dat heb ik af. Maar nog wel reacties. Dus daar ga ik me eens even mee bezighouden. Hebben jullie al ontdekt dat ik nu ook in de community kan berichtjes kan plaatsen? Ik heb daar onder andere een poll staan om te kijken waar mensen vandaan komen. Zodat ik een beetje weet wat ik met mijn meet and greet moet gaan regelen qua locatie. Ja, daar plaats ik af en toe een berichtje. Zo heb ik net een berichtje over de vlog van morgen geplaatst. Over bijzondere dingen die ik ga doen. Dus nou ja, alle kanten kun je er een beetje mee op eigenlijk. Het is wel heel erg leuk om die mogelijkheid erbij te hebben. En wat ben ik verder aan het doen op dit moment? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben een beetje moe. Het is ook al 10 uur, dus het is niet heel gek. Ik was vanmorgen weer heel vroeg wakker, as usual. Ook daar ben ik heel goed in. Oh, hij stond net op 1040, nu op 1039. Er klopt ergens ook nog iets niet in, want de kanaal van de YouTube Studio Beta geeft een ander getal dan de gewone YouTube Studio. Dus het is een beetje raar, zeg maar. Maar goed, dat maakt niet uit. Wat ga ik doen? Nou, ik ga nog heel even wat dingetjes afronden die jullie achter de schermen niet zien. En dan ga ik heerlijk mijn bed in. Lekker slapen. Doe ik morgen op de planning. Mijn bed verschonen. De frituurpan. Dat is nog niet van gekomen vandaag. Die moet echt gewoon schoon. Ja, verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik weet het nog niet. Misschien komt er nog wel iets op ons pad van morgen. We gaan het zien. Oh ja, ik wil een kookvideo gaan opnemen. Moet het wel een beetje fatsoenlijk weer zijn. Want ja, als het te donker is om te filmen, dan wordt het niet mooi. Dat heb ik van de week al een keer gehad. Dus ja, nou, daar moet ik even mee aan de slag. Dus want die wil ik ergens voor deze week dan online gaan plaatsen. Ja, ik ga nog uitlogeren het eind van de week. Dus dat is ook wel leuk. Dus, ja, nou, er komen genoeg leuke dingen aan. Maar nu ga ik gewoon lekker, ik ga me even een pyjama aantrekken. En dan lekker in mijn bed. Tot straks. Zo, nou, omdat mijn computer vastliep is die me nu aan het testen wat er dus stuk is. Dit is een eigenwijs plukje deze. Ik weet nog niet of hij nou die kant op moet. Wat hij eigenlijk niet wil. Of toch die kant. Nou goed. Nu maakt het niet uit, want ik ga lekker naar bed. Ik heb nog fotootjes van de hamsters gezien. Hartstikke lief. Over 2 weken komt de eerste. En de andere over 4 weken. Dus dat nu nog heel even.
ik ga slapen. Het is mooi geweest. Ik wens jullie alvast een hele fijne dag. Als je nog niet geabonneerd bent, dan kan hier beneden. Rode knop, op klikken, dan word je abonnee. Dankjewel alvast daarvoor. Als je dan ook nog op het belletje klikt dat pas verschijnt als je al geabonneerd bent, dan krijg je ook nog meldingen. Dat is wel handig, want dan mis je gewoon niks meer. Een hele fijne dag als je deze video 's morgens kijkt. En kijk je hem 's avonds, dan slaap lekker, heb mooie dromen. En vergeet niet om hieronder een leuke reactie achter te laten. Ik vind het super leuk om daarop te reageren. En soms ontstaan er hele leuke spontane gesprekken uit. Dus we zeggen, ga je gang. Tot morgen. Doei!